Wil je nog meer Wie is de Mol? Doe dan tijdens de uitzending zelf mee op live.avro.nl. En misschien ga jij volgend seizoen mee op reis. Het 13e seizoen van Wie is de Mol? Het ongeluksgetal voor de ongeluksbrenger. Of iets niets wat het lijkt. Is 13 juist een geluksgetal voor de mol en wordt de jacht zwaarder dan ooit? Dit land leent zich er prima voor. Zuid-Afrika. Hier trekken 10 bekende Nederlanders van de townships in Johannesburg naar het Krugerpark. En van de Blyth Rivier Canyon naar de Drakensberg. Het wordt een lange en mooie reis. Onderweg voeren de kandidaten opdrachten uit, waarmee ze, hopelijk, geld verdienen voor de pot. Die gaat naar degene die uiteindelijk het antwoord weet op die ene vraag. Wie is de mol? Bereiken. Alle kandidaten krijgen 5 gesloten enveloppen mee. 5 gesloten enveloppen mee, die heb ik hier. Iedere kandidaat mag 1 envelop gratis openen, oké. Okay. Elke extra envelop die de kandidaat opent kost €100 van de pot. Als de kandidaat de eindbestemming binnen 45 minuten bereikt, is er voor elke gesloten envelop €100 verdiend voor de pot. Glas in lood, raam,
van Nelson Mandela. En als ik nog één envelop overmaak, kost het 100 euro uit de pot. Maar hier kan ik helemaal niks mee. Nee, dus ik doe dat. Oké, een plaatje van Mandela, een plaatje van Mandela, een plaatje van Mandela. Sir, can I ask you something? Do you know where this is? No, I have no idea. Is this near a church? Because this looks like the mosaic from a church. This one? Yeah, this plaatje. Yeah. But do you know where? No, I don't know. Okay, thank you, thank you. That's okay. Geld. 20 zaar. Hello, can I ask you something? Where is this? 20 zaar. 20 zaar. Yes. Where? 20 Zuid-Afrikaanse randen. Kunnen we nog niet veel mee. Het gaat in mijn zak. En dan vrees ik dat ik toch de eerste 100 euro op ga maken. Ja, met alleen geld kom je ook nergens. Morocco. Morocco. Excuse me. Hello. Do you speak English? Marokka. You know what it is? Marokka police station. Marokka police station? Hey, okay. Thank you. I need to go to 20 Zaar. You know what it is? 20 Zaar? 20 Zaar. Ja, dit is gewoon onmogelijk. Ik zag een kaart met allemaal straten. Ja, en daar kun je natuurlijk helemaal niks mee. And do you know Coma Road? Coma Road, I don't know. No? And do you know Chris Hani Road? Chris Hani, no, I don't know. No? Ik heb gevraagd aan mensen of ze die straten kennen. Die kenden ze helemaal niet. Dus dat betekent dat het ook niet heel erg dicht in de buurt was. Je moet hier gaan en draaien, zo, dan ga je zo straight. En aan die kant, daar is Coma Road, daar zo, ja. Helemaal te gek, dankjewel. Oké, oké. Okay. Maar toen ik op weg was, dacht ik, nou, weet je wat, laat ik maar gelijk een tweede envelop openmaken. Dat moet ik sowieso wel. Oké. Okay. Dus kan ik net zo goed gelijk doen. Dat is het, natuurlijk. Er is hier natuurlijk een Mandela-monument. Dat is het, natuurlijk. Regina Mundi. Nou, ik werd gedropt in een buitenwijk. En verder had ik gewoon echt geen idee waar ik was. En ja, daar maakte ik dan eerst de envelop open. Can I ask you something? Do you know what Regina Mundi is? Yes. What is it? It's a church. A church? Yes. Dat is de katholieke kerk. Ziet er zo en zo uit en het is daar. Twee pilaartjes, ja. Het kan een soort raam zijn. Raam, ja, stond je daar in Soweto. Is dat big building daar, Richard? Ja, yeah, I think so. Is that one there? Yes. Ik dacht, ha, makkie. Ik loop er naartoe. Ik heb 45 minuten. Makkelijk, loop er naartoe. Zo, hoe kom ik naar binnen? Dicht? Nou, moet ook niet te makkelijk zijn, hè? Moet even dan een deurtje zoeken of zo. De kerk is toch altijd open? Dus ik ga het terrein op. Hoe niet? Op de beveiliging. I was looking for this picture. I was told it was in this church. This picture? Yes. No, we don't do this picture. No? Nee. Oh, oké. Okay. Oké. Okay. You know a place called Morocco? Yeah? Huh? Down there. Just this road. Thank you. That side? It's across the tracks. Oh, I have to take a taxi. I cannot walk it. I need to go to Morocco. But I have 20 this. De dropping. Ja, dat was ja. Do you know where this is? No? Ik ben geografisch gehandicapt, zoals ik het zelf noem. Dus ik dacht, ah, in mijn eentje de weg vinden, dat is eigenlijk niet een goed idee. Do you know it? No. You've never seen it? No. Hmm.
Er is een onverharde straatjes, golfplatenhuisjes. En daar liep ik maar een beetje te dwalen. Totdat er op een gegeven moment iemand zei... het is die en die kerk. You'll see, there is a church, a Regina Mont Church. Richmond, Regina Mont Church. Regina Mont. Regina Mont. Yeah. Okay, I got it. Okay, you got it. Thank you so much. Bye. Thanks. Okay. Ik ben Paulien Cornelissen, ik ben cabaretier en schrijver. Ik heb 2 boeken geschreven. Het ene heet Taal is zeg maar echt mijn ding. En het andere heet En dan nog iets. Het porno-Duits. Angela Merkel. Dat is... Dus alles zo van ja, met die schwanz, weet je dat? Ja. Dat is het porno-Duits. Het busje wat mij in de goede richting zou moeten brengen van Regina Mundo zat te vol. Maar die mensen in dat busje die waren echt zo coöperatief. Ze gingen helemaal zo opschuiven en dan kon ik daar nog bij. En ja, dat vond ik echt, echt heel, heel, heel bijzonder. Wat heel gek was, was ik zat in dat busje en op dat moment komt Tim eraan. Marokka? Dat is wel grappig. Ik kwam haar tegen en ik zei, waar ga je naartoe? Natuurlijk weet ik waar zij naartoe moest ook. Maar ik zei, laten kijken waar je naartoe moet. En hij zei, ja, hier, een kaartje. Maar dat wilde ze eigenlijk niet laten zien, maar ik keek nog heel even zo. Nee, ga er maar bij, als wij dezelfde kant op moeten. Ik moet naar de kerk. Ja, dan moet ik voor mij niet naartoe. Kerk? Ja, Regina Mundi. Waar moet jij heen? En hij keek ook heel verwilderd en duidelijk wilde hij ook met hetzelfde busje mee. Leek mij ook heel logisch. Dus ik dacht nog van, nou, laten we even aanwijzingen vergelijken. En ik weet of we er allemaal in passen. Hey, Marokka. I need to go to Marokka. Yes, I'll send you there in Marokka. Okay, which one? This one? No, that one. Okay, can you walk? Can you show me? En toen rende hij heel hard weer weg. En ja, dat vond ik heel gek, want ik denk, ja, we spelen samen, toch? En niet tegen elkaar. I need to go, I don't know. Marokka, which one is... Ik kan natuurlijk ook ervoor kiezen om mee te gaan, maar ik dacht van nee, nee. Kom. Ik speel mijn eigen spel. Afstand houden is misschien in dit geval wel goed. Het is natuurlijk de eerste opdracht. Hij ben je, hier. In ieder geval, ander busje in. How much is only for me? 150 man. 150, only have 13. Do you speak English? So you're Regina Mundi? Marokka, dat schijnt een politiebureau te zijn, in het plaatje Marokka. Dus ik kwam aan en ik dacht, kip ik heb je. Hallo, is this, sorry? Geen zin. Hier zijn ze niet, jongens. En toen had ik 2 keuzes. Of ik ga door blijven zoeken bij dat politiebureau, of ik haal nog een envelop open. Nelson Mandela. Ik ga het wel niet halen. Heel veel kinderen. Een koor was aan het zingen. Er stond een priester. Die dienst was gewoon bezig. Echt zo onwezenlijk. Dus ik ben maar gewoon gaan zitten. Will Janine Ebring come to me? Dus ik ben opgestaan en het hele lange gangpad naar voren gelopen naar die priester toe. Next to me stand Janine Abrin. For the last several months is all round television. Mecca is a real elevate. Uiteindelijk stond ik naast die priester die ten overstaande van die hele gemeente en al die kindertjes en zo een hele speech ging houden over mij. Ja, dat was even wonderbaarlijk als gênant. Now I want to give you a history about South Africa. Elephant, lion, leopard, buffalo and rhino. The big 5 you can find in our country. Thank you. And we are most welcome. Please take a seat there, a front seat. Ik ben Janine Abring
Ik ben 36 jaar. Ik ben journalist, programmamaker, presentator. Ik heb 2 jaar als jakhals gewerkt bij De Wereld Draait Door. Zo'n zwart pak met zo'n rood stropdasje. In order to reassure my mom, could I sniff you and see if you sure. smell nice as well? Oké. Ja? God. How's that? Jouw mama ruikt ook nog lekker. How much is it? 50. 50? I don't believe you. I've got nothing on me. Huh? There's no problem. No problem. Do you know where it is? Can we please go with you? Yes? Wonderful. How are you, sir? Is this Morocco? Ik werd afgezet bij het politiebureau en ja, ik had eigenlijk geen idee of ik nou daar moest zijn of dat er iets in de buurt was of zo. Mol. Wie is de mol? Ik ben Ewout Genemans, presentator bij de AVRO van onder andere het Junior Songfestival. En hier is jullie gastheer voor vanavond, Ewout Genemans! Ja, dan sta je daar op je eerste dag Wie is de Mol midden in een politiebureau en heb je eigenlijk nog steeds geen idee wat er moet gebeuren. Dus moest ik mijn 4e envelop openmaken. In de 4e envelop zat uiteindelijk een goede aanwijzing. Daar zat namelijk een kaartje in met een glas in lood afbeelding van Nelson Mandela. It's somewhere in Morocco. Is it in a church or Regina Mundi? Yes. It's called Regina Mundi Church. Yes. Can someone bring me there? A bit fast because I'm in a hurry. Ik denk dat er wel 1000 kinderen daar in die kerk zaten. Toen moest ik helemaal naar boven, naar het altaar, moest ik naast die priester gaan staan. En die ging iets vertellen tegen die kinderen over mij. He believes he can win everything. But perhaps that is just between his ears. Ik denk, ja, wat slaat het over? Maar ja, het is ook wel een moment. Je staat in de kerk, 1000 kinderen, kerkkoor, galm. Humanity originated in South Africa, or so they say. Over 10,000 years ago, this country was inhabited by the Bushmen. Op het politiebureau kwam ik toen Daniel tegen. En dat was even schrikken. Hoe is het met je enveloppen? Ik heb er eentje opengemaakt gratis en een andere. Oké, okay. Ietsje meer. Maar ik weet wel nu waar het is. Je bent zelf bezig, je probeert zelf binnen 45 minuten op die plek te komen... en je verwacht niet, want je weet immers niks van elkaar... dat de anderen met diezelfde zoektocht bezig zijn. Dus wij zaten elkaar een beetje aan te kijken van, oh, jij hier en... Ja, maar jij weet dus waar we naartoe moeten. Het feit überhaupt al dat ik hem tegenkwam... dat was een beetje verwarrend, maar hij zei dat hij wist waar hij naartoe moest. Maar ik heb wel allemaal enveloppen... En dus geld verspeeld. Ja, en daar ik dus ga jij minder. Mee. Hij wist waar hij naartoe moest. En als je een gesloten envelop aan het eind van de opdracht inleverde, dan kreeg je dus 100 euro in de pot. Dus wat doen we? Jij, wij raden van enveloppen. Dat is wat we doen. Dus ik krijg jouw enveloppen? Ja, ik ga jou mijn dichte enveloppen geven en jij geeft mij jouw open enveloppen. Daniel en ik kwamen in een soort... raar gesprek en ik weet echt oprecht niet meer wie er als eerste mee kwam. Maar het idee ontstond om mijn open enveloppen te ruilen voor zijn dichte enveloppen. Ik heb gewoon... Geef 2 om 2. Okay. 2 om 2. Oké. Okay. Dus toen had ik in plaats van 4 open enveloppen ineens weer 3 dichte enveloppen. Go, 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 go. Dan hoop ik dat ik hier goed aan heb gedaan. Ik ben Daniel Boisvin. Ik ben acteur. En je kunt me misschien kennen van Gooise Vrouwen, All-Stars, speelde ik Johnny in. Willem heeft vast iets te blowen in zijn busje verstopt, hè? En anders weet hij wel een bevriend tuincentrum in de buurt te vinden. Ja, en soms rook ik dus wel. Caroline Borgas, behind this sweet and innocent appearance lies a brisk and a sharp-tongued comedian. Daar stond een hele aardige man en die ging iets over mij vertellen. En daarna ging hij iets over Zuid-Afrika vertellen. South Africa knows many cultures and traditions. En toen kwam Caroline, weer hetzelfde, moest ook bij de priester komen. Ook een stukje over haar, ook een stukje geschiedenis. En eigenlijk hebben wij drieën dus het meest meegekregen van alle speeches en informatie die daarna kwam.
En zijn we maar snel gaan noteren, die geschiedenis. Dat is vast wel belangrijk. Kijk, je moet je voorstellen, als je opeens midden in Wie is de Mol zit, dan gaat je hoofd gaat toch een beetje gek doen. Je gaat denken dat er overal vrijstellingen zitten. En zo, dit een vrijstelling zijn? Ik heb dus gekozen om te kijken of er een vrijstelling in zat. Oké, nou, dan ga ik met 100 euro naar binnen. Dat zat er niet in. Case in point for the strength of the African people. Nelson Mandela. African name is Rolihlahla, which means troublemaker. Are we going to do this? Yes, I'm going to. Okay. Okay, thank you. In South Africa, we know about long and difficult past. Oh, depressing. Okay, sir, stop. Stop, it's okay, we're out of time. Daar sta ik dan. Duurt het lang? No, 10 minutes, maybe 15. Ik denk dat ik top. 45 minuten later. Oh, en geen plaatje van Mandela. Fuck. Uiteindelijk heb ik het niet gehaald. Maar toen kwamen we dus wel bij de kerk. Cities were built upon the cities once founded by the Bushmen centuries ago. Zo, het is begonnen, jullie avontuur in Zuid-Afrika. Van harte welkom hier. Het wordt een mooie reis, maar slechts een klein gedeelte van jullie zal die hele tocht meemaken. De rest moet al eerder naar huis. En dat allemaal door toedoen van die ene verrader in jullie midden. De Mol. Wees dus niet te goedgelovig. Want ook nu zou je zomaar naast de Mol kunnen staan. Even naar morgen. Dan staan er 10 vrijstellingen op het spel. En daarvoor is het meer dan handig dat jullie elkaar goed leren inschatten. Daar hebben jullie vanavond alle tijd voor. Moet wel goed komen, lijkt me. Over naar de orde van de dag. Eens kijken hoe jullie van start zijn gegaan. Jullie kregen vanochtend allemaal 5 enveloppen mee. Eentje daarvan mochten jullie gratis openmaken. De andere 4 leveren, als ze ongeopend zijn, 100 euro op voor de pot. Als je tenminste op tijd bij de kerk was hier. 4000 euro valt er dus te verdienen met deze opdracht. 5 van jullie waren op tijd. En jullie hebben 9 gesloten enveloppen ingeleverd. Dus 900 euro voor de pot. Tenminste, Ewout, hoeveel enveloppen heb jij ingeleverd, gesloten? Ja, toen heb ik iets heel stoms gedaan. 2? Het waren er geen 2. Echt niet. Nou, en als je dan die ogen van die groep in alle kanten naar jou toe voelt. Nou, het was verschrikkelijk. Het was net of ik weer in groep 3 zat. 1. En hoeveel enveloppen heb je opengemaakt, als we ook die van Daniel meetellen? 4 van mezelf. 1 van Daniel. Oké. Het zijn er 5, hè? Dan halen we die ene van jou eruit, hè? 800 euro voor de pot. Dus jullie beginnen. Tot morgen. Toen we de bus instapten, dacht ik, nou, laat ik in dit geval even mijn zonnebril ophouden. Want ik wist dat ik een vuiligheid over me heen zou krijgen. En ja, dat is
inderdaad gebeurd. Waarom heb jij dan open gemaakt nadat omdat ik jou was tegengekomen? Ik heb bij een verkeerde kerk gestaan. Dus toen wist ik het alsnog niet. Ewout, die mijn envelop had gekregen, had er nog eentje opengemaakt. Daar begreep ik helemaal niks van. Dat begrijp ik niet, want hij zei dat hij wist waar de locatie was. Maar waarom heb je tegen ons gezegd dat je twee enveloppen erin hebt gedaan? Ja. Ik heb gezegd dat ik er één in heb gedaan. Nee, twee. Twee heb ik genoteerd. Je was de eerste zelfs in mijn rijtje. Ja, nou, er is in ieder geval één ingegaan. Plus een straf, dus twee eraf. Dus kom je op 9. Acht. Wat? Acht. Dan is het duidelijk nu. Dan snappen wij wat er dan is gebeurd. In de kerk hebben de eerste personen die binnenkwamen, dat waren Caroline, Joep en Janine, hebben natuurlijk alles meegekregen. En als je wat later kwam, ik was nummer 8, dan heb je niet alles meegekregen. Maar jij hebt dus heel veel van die informatie eigenlijk wel opgeslagen. Zeker, en die ga ik ook absoluut niet met iemand delen. Oh, okay. Nee? Jawel, natuurlijk, want dat wordt een groepsopdracht. Dat gaan we samen, we hebben het samen zitten doen. Dus oh gaan ja, we cool. Okay, ik match jullie allemaal, joh. Dan ben jij een beetje cool. De leider. Toen dacht ik van, nou, dat is vast informatie die we als groepopdracht straks moeten gaan gebruiken. Dus ik wou het al gaan delen. En toen werd ik gelijk door Caroline aan mijn haren getrokken. Joep, jij deed dat net heel leuk in de bus. Ja. Toen iedereen ging aanbieden om die informatie te delen. Maar misschien is dat niet zo heel slim. Informatie de... Ja, want jij zegt wat wij in de kerk hebben gehoord. Wat de priester zegt, is belangrijk voor de opdracht. Ik heb zo'n idee dat dat niet voor niks is, dat die verhaaltjes verteld werden. Dus we hebben besloten om dat in ieder geval met z'n drieën bij elkaar te houden. Zodat we, als daar een opdracht over komt, daar misschien iets mee kunnen doen. Je hebt zo ijverig zitten schrijven, dan geef je dat allemaal zomaar weg. Dat heb ik, ja. Ik ben Caroline Borgers en ik ben cabaretier. En ik heb, ik speel met mijn derde voorstelling nu door het land. Verder heb ik een aantal televisiedingen gedaan bij Mag ik u kussen? Mijn geheime wapen. Nou... Mijn vader, Q, die heeft een horloge gemaakt. En als de grote wijzer op de 12 staat en de kleine op de 7... en ik druk 3 keer op het gele knopje aan de zijkant... verander ik in een superlekker wijf. Ja, de Big Five zijn... De luipaard. Luipaard, ja. Olifant. Neushoorn. Kijk, ze rijden. Ja, boven de kant. Ik wacht even. Even. En ik hoorde dat Janine, Joep en Caroline... een soort verbond hebben gesloten... Dus daar baalde ik van. Maar ik ben meteen met een tegenaanval gekomen, hè? Ik zat met Ewout op de kamer. Gaat de deur open. En wie staat daar in de deuropening? Zarayda. Er is mij, jongens... iets ingefluisterd. ...ter oren gekomen dat, as we speak, op dit moment een verbond wordt gesloten. Tussen? Joep, Caroline en Janine. En ik dacht, laten wij nou een strategisch tegenverbond... aangaan. Zarayda stelde voor met Kees en met mij een verbondje te sluiten. En dat is op zich best slim, omdat er morgen allerlei vrijstellingen op het spel staan... en het dan toch wel goed is als je er niet helemaal alleen voor staat. En waarom kom je naar ons toe? Ja. Gewoon een gevoel. Goed gevoel. Vertrouw je Kees? Ja, ik vertrouw Kees wel. Vertrouw je mij? Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het heel lief hoor, dat je komt. Maar ik heb nog niet heel veel gepraat met je vandaag. Nee, dat is zo. Dus ik vind het een beetje eng om dan nu gelijk een verbond te gaan sluiten. Ik ben nu even heel eerlijk, hè? Ja, nee, nee, ja, nee. Ik ben Kees Tol en je kent me van onder andere De Zomer Voorbij... Nick en Simon, The American Dream. Kees, kom er maar in! Ja, daar ben ik hoor. En, het is echt heerlijk weer. Maar voordat ik eventjes naar de 3J's ga... zou ik eerst nog eens eventjes vragen hoe ze nou hier in Portugal Albuvera uitspreken. Kijk, ik heb met Ewart veel gepraat, ik heb met Tim veel gepraat... en ik heb met Caroline veel gepraat en daarom snap ik niet dat ze nou... Ja, maar kijk, dat is dus het ding. Die Caroline waar jij van denkt, dat zit goed. Moet je niet andersom, hè? De groep is heel leuk, tot nu toe. Ik heb niet het gevoel dat er echte klootzakken tussen zitten. Ik vind Ewout behoorlijk gespannen overkomen. Ja. Ja. Zullen we eerst de penningmeester kiezen? Ja. 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 Maar wie zijn er gegaan? Ik was even weg. Jij, ja. Tania en jij ook. Ja. Ja. We moesten een penningmeester kiezen. En toen kwam één iemand op het lumineuze idee om op de 3, dus 1, 2, 3, te wijzen naar degene van wie je dacht dat de penningmeester moest worden. 1, 2, 3! Even kijken. De senior onder ons kreeg het meeste vertrouwen. Ik had geloof ik 5 stemmen. Dus ik ben penningmeester. Ik ben Joep van Deudekom. Ik ben 52 jaar. Ik ben van beroep
cabaretier en ik schrijf columns en ik doe dingen voor televisie. Ja, we zijn met een helikopter hierheen komen vliegen, want het is bevrijdingsdag. We hebben de quiz gedaan op de bevrijdingspop in Haarlem. We zijn in Breda geweest en dan net op tijd. Zo heb jij je telefoon nog? Moesten we inleveren? Wanneer? Het is niet mijn telefoon. Op een gegeven moment ging de telefoon. En toen dacht ik eerlijk gezegd dat het mijn telefoon was. Maar toen bleek er een telefoon in een netje naast me te zitten. Hier. Hey, van wie is dit, jongens? Dit is zijn telefoon. En ik ben zo naïef, want ik denk dan, iemand heeft gewoon zijn telefoon achtergelaten. Maar dat was Art. Art, hallo. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, Art. De eerste van jullie alweer naar huis. Maar eerst mogen jullie je opdelen in twee groepen. 5 kandidaten met veel vertrouwen in de medemens en 5 kandidaten met veel vertrouwen in de medemens. Tot zo. Nee, maar... Hé, hey, maar even Eeskant, wat zei die nou? Hij zei twee groepen van 5. Ja. Ja. Vertrouwen in je medemens en vertrouwen in je medemens. Ja. Dat is wat hij zei. Nou, er is heel lang gediscussieerd in de bus wat we nou bedoelden met vertrouwen. Was het vertrouwen op jezelf, vertrouwen in elkaar, vertrouwen op wat je kon. Waarom doen we niet gewoon een lijn? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, hop. We hebben allemaal vertrouwen in de mensen. Dus we moeten toch een groep hebben. Okay. Ik zou niks anders weten. Tot het gelukkig iemand zei, ja, we hebben geen idee. We kunnen net zo goed nu gewoon 2 groepen maken, want we weten het niet. Dus toen is de keuze gemaakt. De voorste 5 in de bus was groep 1. De achterste 5 in de bus was groep 2. En toen verschenen er daar aan de horizon 2 grote schoorstenen. Ja, we hadden al wel snel een vermoeden welke kant het op ging. In ieder geval de hoogte in. Wie heeft er nog meer hoogte? Ik heb echt een behoorlijk hoogtevrees. Ik heb me wel bewust iets wat voorzichtiger en wat banger voor gedaan dan ik ben. Omdat ik dacht, ja, misschien moet ik straks nog een keuze gaan maken of ik iets wel of niet wil doen. Ik heb hoogtevrees. Als ik van een heel hoog gebouw naar beneden, dat voel ik wel in mijn lijf. Dat voelt toch iedereen? Dat voelt iedereen. Ja, ik voel dat echt in mijn kut. Moet je ze zien, de kandidaten. Enthousiast, uitgelaten, zorgeloos. Maar ja, zij weten ook niet dat we voor een enge opdracht staan. Wat ze wel weten, is dat vanavond waarschijnlijk één van hen naar huis moet. En dus worden er al verbonden gesloten en wordt er informatie gedeeld voor de test. Nu al. En dat terwijl ze nog zo gewaarschuwd zijn. Wees niet te goed gelovig. Het is maar de vraag of iedereen de juiste vrienden heeft uitgekozen. Er stonden 2 gigantische torens met daartussenin een heel klein bruggetje. Zie. Schitterend trouwens. Ik weet niet hoe ze dat dan schilderen, maar het is echt heel erg leuk om te zien. Wij moeten naar boven in een soort ijzeren lift. Ik ben Tania Cross. Operazangeres. Ik kom uit Curaçao. En de operagangers kennen mij natuurlijk van het operatoneel. Hallo Jas! We zijn heel hoog, we zijn heel hoog. Wow! Op een gegeven moment was het wel vrij duidelijk dat we gingen bungee jumpen. Ik vind dat helemaal te gek. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit zijn de Orlando-torens. Onderdeel van een oude verlaten elektriciteitscentrale. Jullie 5 medekandidaten staan nu daarboven. En ze gaan zo dadelijk in het midden staan. Met een stevig elastiek rond hun enkels. Ze gaan bungee jumpen. En jullie de mooie taak om te voorspellen of ze springen of niet. Dat scheelt. En als de kandidaat doet wat jij hebt voorspeld, dan krijgt hij een vrijstelling. En jullie weten, met een vrijstelling hoef je de test niet te maken en kun je bij de komende executie ook niet afvallen. Dus de vraag is, springt hij wel of springt hij niet?
Wij moesten inschatten of de teamgenoot die bovenaan stond wel of niet zou springen. Dat was natuurlijk een heel tactische manier van spelen. Want als iedereen elkaar nou een vrijstelling zou gunnen, dan zijn we allemaal door naar aflevering 2. Maar ja, als sommigen dat niet zouden doen, dan is het misschien weer niet handig om een ander de vrijstelling te geven. Want ja, dan zit je straks nog maar met 2 of 3 mensen bij de executie. Dit is dus wat vertrouwen waar je het gisteren over had. Ja. Nee, inschatten. Het gaat om inschatten. Ja, maar ik bedoel, kijk, op het moment dat hun denken van hij gaat zeker springen en ze zeggen, nou, hij springt niet, dan heb jij dus geen vrijstelling. Dan heb je dus geen vrijstelling. Nee, dus het gaat niet om dus springen, het gaat om dat zij het goed hebben. Er ligt altijd nog een laag onder de laag, heb je het gevoel. Dat is, dat maakt het natuurlijk ook ontzettend spannend en heel erg leuk, maar ook wel heel erg verwarrend. Caroline, hier is hij. Dat is een mooie vrijstelling. Alsjeblieft. Daarboven staat Daniel. Gaat hij springen of gaat hij niet springen? Ik denk dat ze zeggen dat jij springt. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook, ja. Daniel, ik denk dat hij dit durft. Dus hij springt en het gaat over vertrouwen. Op het moment dat je op die brug gaat, krijg je te horen wie beneden jou moet gaan inschatten. In mijn geval was dat Caroline. Moet je eerlijk zeggen dat ik heb haar niet zoveel gesproken. Ik weet ook niet of zij mij vertrouwt. Ik weet niet of ik haar kan vertrouwen. Ik hoop het maar. Ik denk dat ze weet zeker dat ik ga springen, maar het is de vraag of zij het begint. En dat hoop ik dan maar bij deze. Dat durft hoor. Oké. I'm ready. Het zweet klotst onder mijn oksels. En wij staan hier maar aan de zijkant. Ik voel het gewoon in mijn ballen. Daniel. Oh. Een mooie sprong. Dankjewel. Genoten? Het is wel een rush. De vraag is of jouw rush uitloopt op een vrijstelling. Ja, dat hangt weer van jou af. Hè? Damn. Nou, laat me landen. Je hebt gesprongen. Ja. Kijk maar. Open maar. Ik begrijp niet hoe je kan denken dat ik er niet af zou springen. Caroline dacht dat je niet zou springen. Dus die is voor mij. Is goed. Dus dat, ik vind dat, dat vertrouw ik niet helemaal. Bedankt. 85 is aan de rechter. Check. Toen ik daar eenmaal op ging, dan op die platform, prima. Op een loopbrugje, prima. Maar toen stond ik op dat hele kleine stukje waar je dus vanaf moet springen. Ik blijf naar boven kijken en ik blijf naar de lucht kijken. En toen begon ik te trillen. Zeker. Oké. Okay. Janine, wat denk je dat Tania gaat doen? Tania springt niet. Nee, ze is te bang. Ze springt niet. Ze springt wel bang. Dus je hoopt dat ze niet springt, zodat ze geen vrijstelling heeft? Ja. Collegiaal? Ja, het is het spel, hè? Oké. Okay. Ja. Oh, moeilijk. Zie je dat? Het is gewoon veel enger dan het lijkt. This is my limit. Ze gaat terug. I'm not going to jump, gentlemen. Het was zo klein en er was wind en ik dacht van, oké, ik spring niet. Gaat het? Ja. Gooi er een hoop uit. Ik heb gedaan, hè, dit. Dit is nee, maar het is echt, het is een kleine ruimte en de hoogte kan ik gewoon niet tegen. Nee. Tania. Oh, ik moet hem huilen. Ja. Het
is echt niet niks, hoor. Het gaat om een vrijstelling. Ja. Kijk maar in het kistje. Oké. Okay. Geen vrijstelling. Je dacht dat ik wel zou springen. Dus deze blijft bij mij. Haar motivatie weet ik nog niet. Het enige wat ze wel heeft gezegd, is dat zij spel speelt. Dus dat houdt in dat zij met opzet mij niet die vrijstelling gunt. Het is echt... Dank je, Tania. Ja. Mag gaan. Hoi. Sorry, Tania. Ik ben denk ik gewoon heel slecht met. Oké, dit is wat ik even met jullie afspreek. Nog naar niks. Ik ben super angstig. Ja. Ik ga die trap oplopen, maar als ik denk dat ik dood ga, dan kom ik gewoon terug. Moet je gewoon doen. Oh, Christus. Ik ben Zaraida Groenhart, televisiemaker, presentatrice. Ontzettend veel leuke dingen altijd aan het doen, bij BNN onder andere. Hoe tof is dit? Oh, God. Nou, dit is toch echt wel heel... Hey, schat. Oh, God. Eigenlijk is het gek dat ik hier aan het programma meedoe. Ik durf bijna niets. Ik spring niet. Ik ga naar beneden. Ik denk het moeilijkste gedeelte is voorbij. Ik heb zo even de dood in de ogen gestaard. Doosje open, geen vrijstelling. Echt? Ja. Ik dacht de try before you die again. Maar ik had tegen je gezegd dat ik echt de scheidhaas van de week ben. Ja, maar die olifant die op je buik had gestaan, heeft me overtuigd. Paulien, hoe kan je dan denken dat ik dat toch ga doen en daarop inzetten? Tenzij je me wou naaien. Ik probeerde er niet te naaien. En dat valt in dit spel dus niet uit te leggen. Maar ik lieg echt niet. Kijk, ik heb gisteren met Ewout een verbond gesloten. Ik weet zeker dat hij denkt dat ik ga springen. Nee, ik gun hem die vrijstelling. Oké. Dus hij gaat in het bakje niet. Kees is jouw vriend. Kees is mijn vriend. En waarom kies jij voor Kees dan? Qua verbond. Dat is gewoon gelopen zo. Wat nou als hij springt dan? Dan vertrouwt hij mij niet. Die conclusie had ik ook gedaan. Ja. Hij doet het. Echt zo diep op jou afkomen. Heel gek gevoel, maar ook wel weer kicken ergens. Shit. Ja, daar ga je dan, hè? Met je oprechtheid. Dit is wel een leuke wending. Ja. Ja. Niet echt. De adrenaline die scheurt door je lijf heen. En het allerlekkerste moment is natuurlijk als je dan weer gewoon met je beide voetjes op de grond staat. Dus ik loop naar het tafeltje toe. Daar staat Art en Ewout. Kees. Hi. En ik kijk Ewout in zijn ogen. En eigenlijk had hij al helemaal niks meer hoeven zeggen. Ik zag het al. Nee. Ja, jij hebt gezegd dat je hoogtevrees had in die bus. Dat heb ik niet gezegd. Dat heb je echt gezegd. Kees keek verbijsterd toen het doosje leeg was. En hij keek mij ook een beetje aan van... Hé, maar gast... God. Maar je hebt het gezegd in de bus. Die vraag is mij nooit gesteld. En ik heb ook helemaal geen vinger de lucht in gedaan bij het woord hoogtevrees. Want ik heb namelijk geen hoogtevrees. Nee, ik heb echt ingeschat dat je het niet zou durven. Jezus. Ja. Je mag die kant op, Kees. Ja, sorry, Kees. En je mag terug in de groep, Ewout. Dit is de eerste keer dat ik gewoon eigenlijk wel een beetje blij ben met die nekhernia. Als hij hem ook niet krijgt, dan zijn we echt heel onsympathiek stel met z'n allen bij elkaar. Mijn kinderen gaan me hierom vervoeien. Die denken, een laffe vader. Kinderen op schoolplein zullen ze uitschilderen. Wat
een laffe vader heb jij, maar dat kan me even geen reet geven. Je hebt niet gesprongen. Ik heb niet gesprongen, nee. Dan mag je in dat bakje kijken. Dan mag ik in dat bakje kijken. God, wat is dit reet spannend, zeg jij. Ik heb wel goed geluisterd. Ik hoorde jou vertellen dat je al een paar keer had gesprongen. Ik dacht van, nou ja, die gaat zeker nog een keer springen. Een paar keer had gesprongen? Ja. Je had al een paar keer gedaan. Van, nee, ik heb er nog gesprongen. Nou ja, dat is bullshit, want dat heb je gewoon in de bus verteld. Daar was iedereen bij. Die twee keer heb je die toren van 300 meter en dan heb je zo'n big shot. Dan word je omhoog geschoten en dan val je naar beneden. En dan heb je inderdaad ook geen referentie. En daar voel je echt in je ballen. Ja. Nou, zo gek ben ik dus. Dat is interessant. Ja. Ik zit in een ander spel, dat is duidelijk. Nou, het is nu de beurt aan jullie om in te schatten wat de andere vijf gaan doen. Kijk, uiteindelijk kreeg dus niemand van ons een vrijstelling. Dus dat betekent dat ze ons helemaal niet zouden gunnen of er is een verborgen agenda. Dus ik denk dat het hier op komt, want wij voelen ons verschrikkelijk verraden. Ja. Wij dachten, dit is Wie is de Mol. Niets is zoals het lijkt. Dus wij gaan zorgen dat iedereen wel zo'n vrijstelling krijgt. Want wie weet worden wij daardoor beloond. Nou, wij in het liftje naar boven. En Ewout, die was bang. Oh, nou, je moet weten, ik heb verschrikkelijke hoogtevrees. Dus de lift vond ik al doodeng. Toen kwamen we bovenaan. Nou, en het was zo ontzettend hoog. Daarboven staat Paulien. Paulien. De vrouw dankzij wie jij geen vrijstelling hebt. Mm-hmm. Je mag op haar inzetten. Ik denk dat Paulien niet springt. Gun jij haar de vrijstelling? Ik gun haar de vrijstelling. Het gaat. Er staat heel harde wind. Ik heb gedaan wat wij hebben afgesproken. Ja. Strak in het volste vertrouwen. Paulien springt niet. Dus vrijstelling in het bakje springt niet. Ja. Oké, ik vind het veel enger dan ik had gedacht. Het gaat niet gebeuren. Oh, oké. Okay. Okay. I'm gonna make my decision when I stand on the ledge. Yeah. Jij mag een inzet op Janine. Gaat ze springen of niet? Ze gaat niet springen. I'm not gonna jump. No, I'm not gonna jump. I made my decision. Okay. Dus we gaan goed. Okay. Dit was de enige waar we echt over gaan. Dat was het jump. Ik denk dat wij gewoon te lief spelen. Ik denk serieus. Nee. Wij zitten straks met z'n vijf op een rijtje. Nee. En zij zitten met z'n vijf. Daar gaan we ons niet. Maar het is mooi geschiedenis. Die ene lijn. Ja. Het spel is altijd. Dat betekent dus dat ze met z'n vijf moeten bedacht hebben. Wij gaan die andere vijf naaien. En dat no way dat je dat met z'n vijf. Ik stond gewoon heel erg te trillen. Zo. Ik dacht alleen, oh nee. Toen dacht ik eigenlijk, het is hier zo hoog. Ik wil zo snel mogelijk naar beneden. En het liftje duurt langer en dat plateau is het enige wat ik hoef te doen, is dit. Dat is alles. Ik hoop dat ze springt. Zet je eroverheen, het is een drempel. Yes! Prima, dan ga ik naar huis en dan heb ik gebungee-jumped en dat heb ik dan gedaan. Dus toen kwam ik ook bij die twee doosjes waar Daniel daarachter stond samen met Art. En toen zei ik, maakt eigenlijk niet zoveel uit of hij erin zit of niet. Ik heb het gewoon net gedaan. En toen deed ik het doosje open van welspringen en toen zat hij daarin. Jezus. Ja, ze heeft vrijstelling. Kijk maar, ze heeft in de hand. Dat is voor mij dubbel winst. Ik had dit namelijk nooit gedurfd en nu heb ik dit. Dus dat is te gek. En ja, goed zo. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Geërfig. Ik ga wel, ja? Ja? Ja. Okay. Ik ben Tim Aars. Ik acteer en presenteer. Mensen zouden mij kunnen kennen van een rol die ik speel in New Kids, Gerry van Boven. Die wagen zit helemaal vol met mijn vuurwerk. Hij steekt je zo meteen aan, hij springt dan uit de wagen. Hier heeft de kut afrijd. Bam! Door de grote vuurbal, jongen. Ja, moet erop letten. Nee, dat gaan we niet doen. Oké, dan. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, ik heb, het is wel grappig, ik had ook last van mijn rug. Ja, en ik had last van mijn nek. Ja, ja, dat hebben we al niet gehoord. Nee, maar dit hebben we wel gehoord, dus we dachten, jij gaat niet springen. En dan gunnen jou gewoon de vrijstelling.
Ja, super bedankt. Gefeliciteerd, je gaat naar aflevering 2. Super. Kees weet dat ik het doodeng vind. Maar aan de andere kant is er al 4 vrijstellingen zijn verdeeld beneden. Dan weet ik niet of hij het mij gaat gunnen. Zijn jullie een ongelooflijk aardig groepje van 5? Ja, klopt. Ik moet je ook heel eerlijk bekennen dat ik het zelf ook niet helemaal vertrouw. Maar Joep heeft me een klein beetje over de streep getrokken. Wij vinden het toch wel verdacht dat zij het allemaal hebben gepresteerd om ons geen vrijstelling te geven. En dan denken jullie is het verstandig om hen allemaal wel een vrijstelling te geven? Ik denk dat er iets achter zit waardoor wij straks misschien toch beter uit de bus komen. Come, I take a look right now. Sorry. No, I'm not going to do this. What? Good. Hij schrikt me. Fuck! Wat? Heb je dat, hè? Vond ik dat Kees dacht dat ik het wel zou durven. Terwijl ik in de bus toch wel heel duidelijk ben geweest. Ik dacht echt dat jij tegen mij zei in de bus dat je gebungee-jumped had. Ik heb nog nooit gebungee-jumped. Ik heb parachute gesprongen. En dus heb jij geen vrijstelling. Helaas. Er is veel gebeurd vanochtend. 4 vrijstellingen. Ik heb de 4 met een vrijstelling net een mooi aanbod gedaan. Mag ik me even zien? Dat is mooi, hè? Ik wil hem wel terugkopen van je. Ja? Ja, hallo, vrijstelling, geld in de pot, ja. Ik bied je 1000 euro. Maar de andere groep had het over ultiem vertrouwen in elkaar. Gaat dus om... 4000 euro voor de pot. Niemand heeft toegestemd. Dus de vrijstellingen blijven in het spel. En die 4000 euro blijft bij mij. En toen werd het echt gewoon een gehakketak van wie heeft wat gezegd, wie heeft wat gedaan en waarom. De bedoeling was dat jullie allemaal die vrijstelling zouden krijgen. Ja, het is een goede redenering. En hij was helemaal fout. Het is een gok. Het is een gok, maar we hebben het er net met Ewout ook over gehad. Jullie hebben wel bij bepaalde personen van onze ploeg echt... Oh, en heeft Ewout dat gezegd? Gigant, nee, dat zeg ik. Gigantisch misgegokt. Achteraf, en ik heb het altijd gedacht en ook gezegd tegen Joep. Ik zeg, Joep, je denkt te moeilijk. Het is gewoon, wij staan beneden, zij staan boven. Zij moeten denken van ons wat wij doen en vice versa. Kortom, we zijn vandaag gewoon dom en naïef geweest. Dat spinnenweb van verraad wordt steeds groter. En eigenlijk wordt het spel dan alleen maar leuker. Tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het doen en laten van de mol. Degene die het minst weet, ligt uit het spel. Behalve de mol. Die hoeft nooit naar huis. Eigenlijk is deze groep een grote hel, want iedereen is super aardig, leuk, lachen. En dat is de valkuil, want iedereen is zo vriendelijk dat je soms vergeet dat je op zoek moet naar een mol. Je gaat van tevoren een soort profiel bedenken van wat die mol zou moeten zijn. Het zijn mensen die onder hun kunnen presteren, maar waarvan je dat niet raar vindt. Dus je zoekt het in de underachievers. Dus daar ga je een beetje kijken van, nou, wie zou dat kunnen zijn? Ik ga me richten op Ewout. Ewout is er, maar is er niet. Is betrokken en vriendelijk, maar is ook afwezig. Is een beetje onduidelijk. Sprong de mol tijdens de bungee jump opdracht. Tim heeft niet gesprongen, Caroline wel, Ewout niet. Nee. Mijn mol is op dit moment Joep. Joep speelde vandaag een heel raar spelletje. Had hij nou nekhernia of niet? Had hij nou wel eens gebungee jumped of niet? Ik begreep niet helemaal wat hij aan het doen was. Ewout heeft echt ook lopen mollen, maar ik denk echt dat Ewout bezig is met het mollen om mezelf verdacht te maken en bla bla bla. Mijn mol op dit moment is Tim. Twee
tapijt staat echt letterlijk in mijn handen. Ik heb net in mijn molboekje gekeken naar alle aantekeningen. Dan denk ik, ik moet het allemaal uit mijn hoofd weten. Dat lukt me never nooit. Ik weet niet waar ik moet kijken. Ik weet niet wat voor vragen er komen. Dus echt, dit is stress. Ik weet voor 90% zeker dat de mol vandaag niet in mijn team zat. Dus ik ga mijn kansen spreiden op ofwel Ewout, Caroline of Paulien. ...48 uur in Johannesburg. Het zou een mooie titel kunnen zijn voor een film of een boek. Maar het is ook de keiharde werkelijkheid van Wie is de Mol. Want vanavond gaat de eerste van jullie alweer terug naar huis. Dat zijn in ieder geval niet Tim, Janine, Caroline en Paulien. Jullie gaan door naar de volgende aflevering. Gefeliciteerd. Het gaat dus tussen jullie. Ewout, Zaraida, Tania, Daniel, Joep en Kees. Tania. Ja, doe maar. Daniel. Tot ziens. Daniel. Gedroeg zich zo gek en zo dubbel en ook zo nadenkend de hele tijd. Zo strategisch in mijn ogen. Ik had niet gedacht dat hij als eerste eruit zou vliegen. Hey Wout, ga je met me mee? Ja, zeker. Wacht, hou. Bedankt allemaal. Ewout kreeg een rood scherm. Dat is jammer, want het was een ontzettend leuke kandidaat. Dankjewel, Kees. Echt kut. Ja, meen ik serieus. Ik voelde me daarbij toch ook wel een klein beetje schuldig. Weet je? Want ja, ik was toch degene die niet de vrijstelling in het juiste bakje had gelegd. Waardoor Ewout uiteindelijk naar huis werd gestuurd. Fijne terugreis. Ja. Dankjewel. Dankjewel dat je er was. Doei. Ja, doei. Dankjewel. Ewout. Ja. Als eerste eruit. Het is balen. Hoe kan dat nou? Te veel gefocust, toch? Op één persoon. Vier mensen uit jouw groepje hadden een vrijstelling. Ja. En jij niet? Ik had moeten springen. Dat zou me nog lang bij mij. Als ik was gesprongen, dan was er niks aan de hand geweest. Ja. Kees heeft me toch anders ingeschat. Of ik ons vertrouwen ingeschat. Neem je het Kees kwalijk? Nee, ik neem het Kees niet kwalijk. De mol is eruit, hoorde ik iemand zeggen. Ja, ik heb er wel zo verdacht. Ja, niet goed. Wat voor gevoel ga je nu naar huis? Nou, wel heel teleurgesteld. Ja, ik had het wel heel erg naar mijn zin. Ik had hier nog wel even willen blijven. Het was je gegund. Dankjewel, Art. Dankjewel dat je er was. Een goede reis naar huis. Dankjewel.
ze heel veel vragen op één persoon had gericht. Een soort spinnenweb dat steeds dichter wordt. Dat vind ik een beetje lastig. Echt vet. Dit was echt cool. Echt. Horen jullie mij? Over. Blijf staan. Als ik nu een beetje ga fucken... Kan ik nu over? Ik heb namelijk geld. €750 voor in de pot. Als dat klopt, dan is er dus ook echt geld gestolen. Kijk nu naar Mol Talk op live.avo.nl. En luister morgen vanaf 2 uur naar de Roadshow op Radio 2. Daar is Ewout te gast.